Ilka danst al 12 jaar bij de discoformatie Black Spirit. Ze behoren tot de top in België, want sinds 2 jaar zijn ze wereldkampioen in het discodansen. Discodansen is eigenlijk dus dansen op een muziek met een sterke beat eronder. En dat is eigenlijk 3 tot 4 minuten eigenlijk echt gewoon het beste van jezelf geven. Al de spieren die in je zitten laten werken, alles afwerken tot in de puntjes. Gewoon ervoor gaan. Ik ben 12 jaar geleden begonnen met dansen, dus op 6-jarige leeftijd. Dan danste ik bij een mevrouw en die heeft mij dan eigenlijk in een wedstrijdteam gestoken. En dan zijn we eigenlijk ja, doorheen de jaren gegroeid tot eigenlijk aan de top. En dan zijn we eigenlijk gewoon Vlaams kampioen, Belgisch, Europees en wereldkampioen geworden. Dus we zijn eigenlijk zeer sterk gegroeid tot aan de top in feite. We zijn nu voor het moment ook aan het trainen voor een wereldkampioenschap. En dat is eigenlijk 5 tot 6 keer per week trainen, 3 uur per dag. Doordat je zoveel met elkaar samenkomt, ja, leer je elkaars positieve en negatieve punten kennen. En kan je daarop inspelen en kan je elkaar ook door dik en dun steunen. Het is echt wel een zeer goede sfeer, een familiale sfeer eigenlijk. Heel tof. Please don't stop the music. De kledij is een van de belangrijkste punten. Daardoor laat je ook een choreografie zeer sterk uitkomen. Die glitter, die glamour, dat geeft eigenlijk een zeer groot effect. Naast dansen doe ik dus niets anders meer, behalve naar school gaan uiteraard. Daardoor is het een stuk van mijn leven geworden. Dus moest ik stoppen met dansen, ik zou gewoon in een zwart gat vallen. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Nee. Wil je Ilka met Black Spirit ook eens aan het werk zien? Kijk dan voor meer informatie op hun website.